Ik denk dat kunst een waarde heeft voor iemand als het je raakt. Als je ergens naar kijkt, dan kan je geraakt zijn. Dan hoef je niet eens te weten waardoor het komt. Het kunnen drie lijnen op een vel zijn waarvan je ineens ernaar kijkt en denkt van nou, dat vind ik zo super mooi, of dat je denkt, daar wil ik vaker naar kijken. Ik wil dat het me vaker raakt of zo. Ik denk dat dat de hele essentie van kunst is, dat je geniet van mooie dingen en nou, dat het je raakt, dat je het bij je wil hebben of zo, weet je wel. Wij zijn in Marokko, omdat ik een prijs heb gewonnen namens de Van Vlissingen Art Foundation. Die roepen elk jaar een kunstenaar uit tot kunstenaar van het jaar. Die als prijs een inspiratiereis mag maken naar een mooie bestemming waaruit werk moet voortvloeien. Ik wil alles om me af laten komen en zien waar het me brengt. Ik heb een aantal elementen die ik hier bij elkaar gekregen heb. Het land, de wijze van vervoer, mijn camera spullen en ikzelf. En dat gooien we allemaal in de mix. En ja, ik hoop en ik denk wel dat daar mooie dingen uit gaan komen. Ik ben nooit zo van de prijzen, maar dit is niet alleen een prijs, het is echt een grant die inhoudt dat je dat project kan uitvoeren. Een expositie, een boek, een reis, en dat zijn nogal dingen. En daar is natuurlijk elke kunstenaar jaloers op en zeker fotografen die weten wat voor een investering het is om zo'n heel project af te ronden. Zeker met een expositie, met printen, inlijsten, dat is een enorme kostenpost. En dat heeft Bastiaan gekregen. Ik ben met de auto, heb het er 4 uur over gedaan om in El Jadid te komen. Het was echt nog even inkomen. Ik denk dat er een soort van eerste drempel over een eerste drempel heen moet om die eerste mensen te gaan fotograferen. Ik blijf het altijd lastig vinden. Kijk, in Nederland is het altijd veilig in de studio en ik regisseer alles. Maar op reis is dat toch anders. Dat is een uitdaging, maar dat moet eventjes op gang komen. Ja. For my pictures? Yes. It's important not smile. Not smile. Not smile. Just look. Just look. Just look. Ik heb vaak binnen 2 seconden door of ik iemand wil fotograferen of niet. En die 2 heren die daar zaten, die heb ik meer gefotografeerd om over die eerste drempel heen te komen. En daar had ik niet meteen het idee van ja, die spreken me heel erg aan of zo. Wat ik al eerder vertelde, is dit de man die later aanschoof op het terras waar ik zat. Ging zitten met zijn sigaretje. En dat ik hem zag zitten, dacht ik, nou, ik moet hem fotograferen. Zo'n karakteristieke kop. En ja, alles, voor mij klopt dan hier alles aan zo'n portret. En dan werkt alles, dan klopt alles, dan is het voor mij het gevoel van, nou ja,
binnen 2 seconden heb ik het idee van ja, ik wil zo iemand fotograferen. Het gesprek gaat goed. En degene die gefotografeerd wordt, staat er ook open voor en die snapt het ook. En dan valt alles bij elkaar of zo en dan, ja, dan komt er een beeld uit waar ik wel gewoon heel erg tevreden over ben. Het is heel makkelijk om iets te fotograferen wat fotogeniek is. Want ik bedoel, met iedere gek met een iPhone maakt inmiddels een mooi plaatje. En Marokko is zo fotogeniek. De clichébeelden, dat is vaak een valkuil. En hoe maak je van een clichébeeld toch iets bijzonders? En daarin vind je hem. En daarin vind je zijn stijl en zijn signatuur. Het abstraheren, zeg maar het bijna de grafiek in het beeld brengen, de eenduidigheid noem ik het altijd in het beeld brengen, daar is hij goed in. Je ziet ook niet vaak hele drukke beelden bij hem. Of het drukken wordt weer zo'n één grote eenheid, dat het juist dan weer die grafiek terugvindt. Want juist de simpelheid van een beeld waarin je hem in herkent. We begin in Marrakesh and we end in Marrakesh. Okay. So just a circle. Yeah. That's nice. Yeah. So wonderful. Yeah. Is it possible if I make a portrait of you? It's okay with you? But I think it's great to have like a conversation and then have a memory of it by a picture, you know? Yes. Gisteravond had ik echt een moment van, nou ja, ik zat echt eventjes mee met het feit dat ik niet heel veel fotografeer hier, omdat ik niet heel veel in de gelegenheid kom om te fotograferen. Dat ik dan toch bang ben van, ja, maak ik wel genoeg portretten? Ben ik wel überhaupt wel tevreden over wat ik maak, weet je wel? Ik zat er zo doorheen te gaan en ik denk, ja, er moet meer komen, maar ik denk dat er ook meer komt nu. Kijk, weet je, we komen nu ook in stukken waarbij het landschap een grotere rol gaat spelen. Ik heb voor mijn gevoel nog geen landschap gemaakt. En ik begin nu steeds meer het grafische van dit land te zien. En dat is ook wel heel erg waar ik op zat te wachten, zou ik maar zeggen. Op een soort van leegte en een... Ja, dat vind ik interessant. Ik heb verwachtingen van het werk wat ik ga maken. Ja. Als ik in Nederland ben, heb ik bepaalde verwachtingen en ideeën en mijn eigen werk. En ik weet waar ik
inmiddels wel goed in ben. En ik heb een soort van idee van wat ik mooi vind. En ik probeer dat hier te zoeken en dat is ontzettend lastig hier. Ik ken de omgeving niet, ik ken de gewoontes niet, ik ken de culturen niet. Ik ken de taal niet. Dat is absoluut een barrière. Misschien heel naïef om te denken dat ik precies kan maken wat ik wil maken hier. Gisteren was wel een mooi voorbeeld. Ik had een verwachting bij de stad, Oude Medina. Ik echt overrompeld door hoe groot het was. Ik heb me laten vertellen dat het 9600 straatjes zijn. En we zijn er een paar uur doorheen en het is een soort van absoluut mierennest. Op elke vierkante centimeter gebeurt er iets. En op het moment dat ik daar dan loop, dan geniet ik daarvan. Dan vind ik dat fantastisch om mee te maken als ervaring. Maar op fotografisch gebied klap ik helemaal dicht. Nou ja, kijk, Bastiaan is ook een veelvraat. Op het moment dat hij dus niet in zijn comfort zit in zo'n stad en hij kan dus niet die hoeveelheid produceren die hij eigenlijk wil, die gretigheid en die energie die heeft hij, dan raakt hij of in paniek. Of het doet een dusdanige pijn waarvan ik denk, en misschien heb je dat nou wel juist nodig. Misschien heb je juist een beetje die paniek nodig om te denken van, oh ja, ik moet weer terug naar dat ding waar ik goed in ben. En dan ontvlucht je die drukte, dan ga je naar het platteland. Of je gaat dat zoeken ergens op een binnenplaats of op een plek ergens waar dat wel te vinden is. Als ik in de Medina loop en ik merk van mezelf dat ik dichtklap en dat het zo'n mierennest is en iedereen wil wat van je en je vindt geen rustig plekje voor jezelf om het werk te maken. Dan kan ik daar wel echt van in een dip raken. Het werkt niet, het gaat niet goed. Ik heb in mijn leven nooit last gehad van faalangst of zo, maar daar lijkt het op zo'n moment dan wel op. Weet je wel, dat ik dan op het moment denk van ja, het wil niet. Best wel confronterend ook op een bepaalde manier, dat je... Ja, ik heb een bepaalde mindset, maar ook een situatie nodig om goed te kunnen functioneren hierin. En als dat er niet is, dan kan ik me wel eens over van balen. Of dan kan ik ook wel eens, als ik bijvoorbeeld een documentaire zie van een andere fotograaf, of vooral van straatfotografen, die zo makkelijk dat allemaal doen, dan kan ik best wel jaloers op zijn, weet je. Dan denk ik van ja, maar aan de andere kant, ja, dat zijn zij, hè? Dat is iemand anders en ik ben ik en ik doe het weer op mijn manier. Een goed voorbeeld daarvan is dat we op een gegeven moment later op de dag door de berg heen rijden, waar het helemaal leeg is, er is niemand. Totdat we stoppen bij een kudde schapen met een schaapsherder. En ik stap uit de auto, loop er naartoe en ik merk dat hij een beetje van mij wegloopt. Totdat ik op een gegeven moment wat dichterbij kom en vraag, mag ik een foto maken? Die man is bijna trots, weet je wel. Die gaat helemaal staan met zijn hand in zijn zij en die gaat echt voor me poseren. Op dat moment heb ik gewoon het gevoel van, nou, ik heb de rust. Er is niemand om me heen. Ik kan alleen met hem praten of hem misschien aanwijzing geven. En dan werkt het opeens wel, weet je wel. Dus dat is voor mij gewoon een soort van bevestiging van, ja, ik heb rust, maar ook een soort van veiligheid nodig of zo, om dat dan te doen. De drukte ontvluchten om naar iets simpels te zoeken, dat is het omarmen van zijn eigen signatuur en zijn eigen stijl. En dat had hij 2 jaar geleden nog niet. Dus hoe snel kan iets gaan? Hij maakte het wel, maar hij was er zich niet bewust van. En het mooie is de drukte opzoeken van Marokko, van zo'n stad met alle steegjes en lawaai en geur en al die invloeden, heeft hem ontzettend uit zijn comfortzone gehaald.
En juist binnen die context van die niet comfortzone, ga je nog meer je focussen op je eigen kracht. En omdat hij die kracht inmiddels had herkend en erkend, heeft hij zich eruit gered. Ja, de verwachtingen voor de fotografie hier zijn heel lastig, want het zijn zandduinen. Deze zandduinen zijn al misschien wel 10 miljoen keer gefotografeerd. Je kan het wel blijven fotograferen, maar ik was op zoek naar iets anders. Naar meer beweging in het beeld, in plaats van het hele gestileerde zandduinbeeld wat iedereen eigenlijk al kent. Ik was eigenlijk op zoek naar beweging, naar kamelen, naar mensen. Ik denk dat dat wel gelukt is. Ik denk niet dat ik een verwachting had om hier de zandduinen te gaan fotograferen. Want zoals ik al zei, het is al zo vaak gedaan. Ik wil juist iets anders doen. Het grootste ding wat ik van mezelf eigenlijk bevestigd heb, want ik wist het eigenlijk al wel een beetje, maar nu kwam die bevestiging toch wel heel erg, dat ik toch wel heel erg vasthoud aan een bepaalde manier van werken.
dat ik een soort van rust wil hebben in de situatie waarin ik dan werk. Naast dat ik de omgeving, bijvoorbeeld op een straat, als ik iemand benader daarvoor, de omgeving niet geschikt vind, en dan heb ik het niet over de achtergrond, want er zijn duizenden prachtige muren hier te vinden die echt super als achtergrond kunnen dienen. Maar heb ik het meer over alle mensen eromheen en de chaos. Dat gewoon niet bij mij past. Maar dat ik ook misschien wel als persoon niet ben geboren om echt straatfotografie te doen. Om echt mensen aan te spreken van, hey, mag ik een foto van jou? Dat zit niet in me, weet je wel. En vind ik lastig. Op het moment dat het gaat om werk maken en ik wil iets bereiken daarmee, dan werkt dat niet. En ja, dan kan je zeggen van, nou ja, dat is een werkwijze of misschien is het wel persoonlijkheid. Ik heb geen idee eigenlijk. Wel gelijk mijn favoriete combinatie, hoor. Hier zie ik dus echt Bastiaan Wout in terug. Een soort eenvoud. En de grafiek van het beeld, contrast, alles wat een echte Bastiaan Wout maakt, zit in dit beeld. Op het moment dat hij zijn eigen signatuur en stijl heeft omarmd, weet hij ook waar hij goed in is. En ik heb hem dat ook wel eens verteld. Je bent heel goed in mensen. Hè? En of dat nou de studio is of iemand die op straat loopt. Je weet toch die karaktertrek of die schoonheid weet jij te vatten. Maar je bent ook heel goed in een stil. En of dat nou een potje of een pannetje is wat hij op straat vindt in Marokko. Of een Afrikaans masker of een heel mooi vaasje. Op een of andere manier behandelt hij dat op hetzelfde manier als een portret. Nou, en dan de derde lijn in zijn werk zijn die verstilde landscape portretten. Want het is echt een portret van het landschap. En ook daarin zoekt hij weer naar die verstilling of die eenduidigheid. Of dat nou een partij duinen is, of het is een eilandje, of het is één boom in een landschap. Weet je wel, daar zoekt hij ook weer die rust en die verstilling in. En die combinatie van die drie stils, portretten en landschappen bij elkaar maakt eigenlijk Bastiaan Wout. En dat maakt straks dat hij een oeuvre krijgt dat hopelijk nog andere verre reizen bij betrokken gaat worden. Maar waar altijd waar je ziet, oh, ik haal het eruit dat het van hem is. Thank you.
Thank you.